Met de DS5 heeft Citroën weer een auto voortgebracht waarvoor je op straat je nek verdraait. Maar kan deze wagen zich meten met de meest karakteristieke Citroën die het merk ooit heeft voortgebracht? De majestueuze DS. De DS5 is de eerste grote moderne Citroën die de iconische letters DS mag dragen. Ze zijn even groot en even ruim, vooral achterin. Bovendien heeft de DS5 ook die meekijkende koplampen. Net als de DS toen, heeft deze DS5 eigenlijk geen directe concurrenten. Hij valt nergens mee te vergelijken, behalve dan misschien met zijn illustre grootvader zelf. Die vergelijking is maar ten dele waar. Want in tegenstelling tot deze Grand Dame, heeft haar kleinzoon, de DS5, geen veerbollen. En daardoor is het rijcomfort van die oude toch wat beter dan van de DS5. Op de testbaan van het ANWB Test- en Trainingscentrum zul je zien dat de techniek niet heeft stilgestaan. Met één hand hou je de DS5 uit de slip. Ja, nu denkt Frank Buma met die DS5 natuurlijk dat ik, omdat ik geen ESP heb, alle kanten op ga tollen. Maar de wielbasis is vrij lang, dus misschien is het toch nog redelijk te doen. Redelijk te doen? Het is een eitje om deze DS uit de slip te halen. Dat is echt niet te geloven. De DS5 heeft een sportief stuurkarakter, met dank aan de voorwielophanging van de Peugeot RCZ. Net als bij de achterwielslip weet grootmoeder ook bij de slalom te verbazen. Natuurlijk gaat het allemaal niet zo vlot, maar er verschijnt geen druppeltje zweet op Aad zijn voorhoofd. Op de openbare weg doet de wat trage automaat de rijbeleving van de DS5 geen goed. Dat had de DS eigenlijk ook al met die halve automaat. Daarom kon je toch maar eigenlijk beter de gewone handgeschakelde versie hebben. Maar ze hebben nog wel wat meer nukken gemeen. Dit dashboard, een beetje onoverzichtelijk, veel te veel knopjes. En het dashboard van die DS5, dat lijkt wel een cockpit van een 737. Deze 155 pk sterke 1,6 liter benzineversie kost je €37.250. Hij heeft een C-label en zakelijke rijders hebben te maken met 25% bijtelling. Dat is wel leuk, maar voor dit bedrag heb je wel twee mooi gerestaureerde DS'en. Mijn vraag, is dit twee keer een DS? Ja. Hij is net zo verfrissend als een DS, maar wel met alle eigentijdse gemakken die je van een auto van nu verwacht. En die paar ergonomische missers, zoals de achterklep die alleen van binnen uit te openen is, en die rare middenconsole in de lucht waar ik al 4 keer mijn hoofd aan heb gestoten, laten we dat dan maar karakter noemen.